Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik speel vandaag Pet Simulator. Hij wil dat direct die team had reden met. Oh, hij heeft niks. Ik geef hem deze Space Bear. Free. Deze. Free. Dat doe ik altijd. En dan zeggen we altijd natuurlijk. Altijd die autocorrectie is altijd zo stom. Wat dat we gaan doen, ik heb deze pets, een paar Dominus Damnees en Dominus Headstacks, Rover. Wat wil hij hebben? Denk niks, want hij heeft al zo'n goede pets. Oh, hij heeft 6 Dominus Rainbow, dat wil ik wel zien. Dat wil ik wel zien, dat hij er 6 heeft. Hij heeft er geen. Ah nee, dat is op de verkeerde. Waarom ben ik zo dom? Het is het deze. Als er nu, ja. Oh, hij heeft zoveel pits. Wacht, hè, misschien wil hij er wel in treden voor deze. Wat is dit? Rainbow Cyborg. Wat? Ah nee. Zo dom ben ik niet. Soms zijn er van die mensen die denken dat echt dat je dom bent. Wat wil hij hebben? Wat? Will-O-Wisp? Oh. Coltonus, Headstack. Volgens mij ga hij niks willen hoor. Echt waar. Hij heeft al zo'n goede pets. Wel, wat gaan we doen? Gewoon naar de moon en een beetje grinden. Ik heb deze laatst gekregen. Ik hou die bij, want ik vind die cool. Ik had die gekregen door eieren te kopen. Ik heb 231 biljoen normale coins. En 4 miljoen moon coins. En ik ga jullie laten zien waarom. Ik had... Ik kijk gewoon altijd een beetje naar de, terwijl ik zo aan het lopen ben, want dat is keiveel, zo een paar mensen traden of zo. En ja, soms, ik kijk meestal gewoon naar welke pits de mensen hebben. Kijk ik gewoon naar, vind ik interessant. En ja, deze heeft ook weer goede pits. Nou, sommige mensen die vragen voor goede pits, terwijl die zelf al echt heel goede hebben. Dat vind ik zo stom. Dat kost tijd, weet je. Kan ik het geluid zien, alsjeblieft? Ja, dankjewel. Het is echt heel vervelend. Ik speel nooit met geluid. Dit zijn mijn pits, dus. Zo. Dit zijn mijn pits. Dat komt omdat ik die voor 55 miljoen, die heb gekocht, die arena, die grootste arena, heb gekocht. En dan hebben we het anderhalf uur gedaan, ik en een paar vrienden voor hem. Daar heb ik volgens mij ook een video van gemaakt. Maar volgens mij heb ik die er nog niet opgezet, daar had ik geen tijd voor. Maar die zal ik dan wel erop zetten. En daar hebben we zoveel mogelijk coins gegrind voor die te kopen en dan hebben we voor anderhalf uur gedaan om die chest te verbreken en iedereen kreeg een biljoen en ik kreeg alleen maar 200 miljoen. Oh, die kist die kwam net vallen. Ze hebben die, oh, dat is altijd zo stom, hè. Ik had nog net moeten klikken, ik kreeg misschien wel een beetje erbij. Maar we zien dus, ik heb die arena laatst gekocht en deze arena heb ik verkocht voor die arena daar. Want ik vond die arena niet zo leuk en deze vond ik echt wel leuk. Hier is niemand. Maar die vond ik dus wel leuk. Er zijn nergens kisten, hè? Alleen die kleine, maar die doe ik niet. Er zijn nergens kisten. Waarom? Nergens kisten. What the fuck? Hoe kan dat? Ja, die grote kist ga ik niet doen, want ik wil geen video van een uur hebben.
Maar what the fuck? Ik vind het echt heel raar. Ja, die mensen alles aan het pakken. Oké, mensen, ik zie jullie direct terug als ik een server heb die wel kisten heeft. Dus tot ziens. Hallo mensen, ik ben weer terug. Ik ga heel even een paar vier of zo van deze pakjes openen. Omdat je die Robux hit kan krijgen. Je kan die hier krijgen, maar je kan die blijkbaar ook hier krijgen. En ik wil die hier krijgen. En ik heb toch ook genoeg voor te kopen. Dus ik ga gewoon ooit eens een video maken waar ik al mijn hits ga wegdoen. En zoveel mogelijk proberen van deze te krijgen. Want ik wil echt die Robux set, joh. Ik weet eigenlijk niet waarom dat ik dit doe, want ik heb zoveel video's gezien van YouTubers die ook al hebben en die 200 miljard duizend van deze van deze pakjes hebben geopend en die dat nog niet hebben gekregen. En dat was gewoon stom. Maar nu moet ik weer helemaal naar binnen gaan lopen. Dus dan zie ik jullie direct terug. Hallo mensen, ik ben onderweg. Heel onderweg. Ik heb ook bijna niks gedaan. Maar ik kan met mijn penseel. Kijk, ik kan nu schrijven. Ik ben Berre. Zo. En ik speel vandaag. Oh, nu kan ik niet meer schrijven. En ik speel vandaag Pet Simulator. Bla bla bla. Dus. En ik hoop dat jullie een. Ik weet niet dat je moet schrijven. Een. Ik kan echt niet schrijven. En ik hoop dat jullie een blauw duimpje omhoog geven, zo, een blauw duimpje, want dan doe ik dit van jullie, ik kan niet tekenen, ik weet het, maar dan doe ik dit van jullie, dan heb ik dit van jullie, dan zo, dit en dan in kleuren, dus ik hoop dat jullie een like doen, dat hoop ik echt. Oké, ik weet niet wat dat iets was. Ik zie jullie direct terug. Hallo mensen. Dit is Jordi, een vriend van mij. Ik ga even zeggen dat ik aan het filmen ben. Ja. En dat hij dus in mijn video komt. En ja, dat kan dus niet. Hier komt. Ja, kom aan. Je komt in mijn video. Oh, video. Ja, dat kan je schrijven. Video. Ja, video. Dus ik heb hem net pet gegeven. Die twee die je hier ziet. Die Dominus Cherries heb ik hem gegeven. En ja, hij is er heel blij mee. Hij heeft gevraagd toen hij in mijn papa zijn broodjesbar zat, dat hij pets van mij mocht hebben. En ik heb hem dus gegeven. Ik kan hem ook nog meegeven als ik wil, bijvoorbeeld deze. Oh, die is echt goed, joh. Die heeft 55.000 agility. Deze ook bijna, ja. Maar ik ben eigenlijk ook goed geworden in al deze arenas unlocked. Door gewoon domme mensen die mij wouden treden en mij erin luizen. Maar ik heb hun er dan in geluisterd. Door ready te klikken. En ik denk dat hij weg gaat. Maar daardoor, ik heb deze pets allemaal zelf gekocht. Maar in het begin heb ik alles gekregen. En daardoor ben ik hier in een maand gekomen en die arena daar gekocht. En deze heb ik dan gekocht met mijn eigen pits en dan die. Maar zonder een goede vriend van mij, een vriendin, ben ik nooit zo ver geraakt. Ik ga ondertussen die chest daar doen. Ik weet niet waarom, het is kei dom.
Dan denk ik, maar is hij nu in 1974 geboren? Dan is hij al 40 jaar of zo. Of Poznar. Wat is dat voor een naam? Poznar, ik dacht even aan iets anders. Zet in de reacties wat dat jullie denken dat ik dacht toen ik dat zag. Oh, Poznar 4 en Poznar 5. What the fuck? Dat zullen waarschijnlijk gewoon broers zijn of zo. Of één iemand met dezelfde account. Maar is er dan ook nog een 1, 2 en 3? Of doet hij gewoon voor de lol 4 en 5 of 6 en 7? We weten het niet. Maar mensen, ik ga zeggen dat mijn outro is. Outro. Outro. Dan ga ik zo naast hem staan. Oh, ja, dan accepteer. Ja. Mooie pit. Ja, ja, kut. Oké. Nee, zo. En dan zeg ik jullie tot de volgende keer. Bye bye.